De uitslag is officieel. We gaan de zierdeken omhangen bij de winnaar, als dat lukt, Frans. Ja, dat is een goed idee, Frans. Even van de baan af. We hebben daar mooi de ruimte voor gecreëerd. Ja, Frans, wat is het rustig bij de huldiging terwijl er een paard van de familie Zwageman wint? Ja, Annie moet op duiven passen. Ze hebben ook verschrikkelijk veel duiven en er is ook een vlucht. Dus ja, zullen we kiezen of delen? Dat is een tweede hobby. En hoe komt trouwens een Beukelswijk bij Zwageman op stal? Nou ja, ze gaan heel goed met Klaas Schilstra om. En zodoende is hij bij ons gekomen. Wat is het verhaal? Blij mee? Goede aanwinst? Ja, zeker. Nou ja, in principe voor de korte baan. En dat gaat ook steeds beter. En de grasseizoen een beetje meedraaien en dan kunnen ze centjes verdienen. Straks Andrea, ook een kansje? Ja, zeker. Die doet altijd zijn plicht. Alles hangt van hoe ik uit de start kom. Laten we even vooruitkijken naar een topdag zondag op Duindicht rond de Gouden Zweep. Je hebt de titelverdediger in de strijd. Hoe zie je het gebeuren? Gaat hij hem prolongeren? Durk en Boko? Ja, dat zou heel mooi zijn natuurlijk. En hij maakt de kans. De vorm is aanwezig. En we hebben vrijdag nog gewonnen. We gaan ervoor. Ik zou zeggen, allemaal naar Duindicht komen zondag. Want dat is een topdag. Gouden Zweep en een prachtige omlijsting. En Frans van der Blonk rijdt dan Durk en Boko in de grote koers. En hij is daarmee de titelverdediger. Maar voorlopig is Guillaume Beukelswijk aan het winnen geslagen. Aangekocht voor de korte baan. Maar dat is een beproefd Zwageman concept. Uitbrengen op de korte baan en dan eens vliegen ze op het gras. En dat geldt ook voor deze Guillaume Beukelswijk. De winnaar van koers 6 Best Western Hotel Aduardprijs. Frans van der Blonk, Guillaume Beukelswijk. Nog even een...